Welkom bij een Easy Shape vandaag. Ik ben Marjolein en dit is Charlie. En wij gaan vandaag een lekkere, makkelijke workout voor jullie geven. Waar je alleen maar een handdoek of een matje voor nodig hebt. Meer niet, zodat je in ieder geval op de grond kunt gaan liggen. Heel veel succes, veel plezier. Let's do this. Oké, we gaan lekker beginnen. Je mag marcheren. Marcheer lekker op de plek. En neem je armen actief mee om lekker warm te worden. Je je knieën optrekt, hoe sneller je hartslag omhoog gaat. Oké, we gaan naar een step touch. Ook nu zijn de armen optioneel. Heb je een blessure of voelt het niet lekker? Neem je armen naar een andere kant mee. Helemaal goed. Kunnen we ietsjes lager zakken in de benen? Trek je hakken naar je billen. Je armen gaan naar voren. Probeer gedurende je workout altijd je navel in te trekken. Dat zorgt ervoor dat je meer spanning hebt in je bovenlichaam en dat alles minder strubbelt. Oké, we gaan weer terug naar een march op de plek. March. Weet je nog, die knieën? Probeer maar. Misschien krijg je de swing al te pakken. Je armen mogen mee omhoog. Omhoog, omlaag. Probeer ze zo recht mogelijk de lucht in te prikken. We gaan terug naar een step touch. En die mag weer ietsjes lager. Als het kan, hè? Was dat al heftig genoeg voor je? Blijf je in optie 1. Terug naar de hamstring curl. Armen voor. En trek ze goed in. Voor spanning in je rug. Jongens, next level. We doen er 2 aan 1 kant. Dubbel curl. 2. En de andere kant. Kunnen we er 4? We doen er 4. 3, 2, wissel. En de laatste. Terug naar de march, armen hoog. De volgende uitdaging. Kunnen we ietsje sneller? Doe maar gewoon. Lekker bewegen. Het is goed. 4, 3, 2, step touch. Misschien merk je wel dat je wat warmer begint te worden. Goed bezig. Dit is de bedoeling. We gaan weer iets in de benen. Nog 4 te gaan.
op de plaats. Een squat. Ook wel een kniebuiging. We gaan zitten op een denkbeeldige stoel. Kom maar, sit down. Sit down, kom omhoog. Ga zitten op die stoel. En misschien heb je wel een hoge stoel. Maar zak iets door je benen. En let op. Je knieën komen niet voorbij je tenen. Hou je handen voor je. Als je meer de uitdaging op wil zoeken. Heb je rugklachten? Zet je handen op je benen. Ter ondersteuning in de lagere zone. We doen er nog 4. Gaat die goed? Blijf duwen in die benen. Hou die knieën netjes boven je voeten. En als het goed is, ga je langzaamaan hier die bovenbenen een beetje voelen. We gaan terug naar de march. Marcheer hem uit. Armen hoog. En laag. Hoog. Oké, tijd voor wat meer snelheid. En pak je eigen tempo, hè? Wil je bij die vorige blijven? Prima. Step touch. En de fun zit er ook in, hè? Dus je mag best een beetje dansen. Kan allemaal. We zijn hier om te bewegen. Dat is het belangrijkste. Maar als je iets dieper kan, doe het. Komt ie weer, guys. Hamstring curl. We gaan hem dubbel maken, jongens. 2 maal. 2. En de andere kant. Was je ze even vergeten? We gaan door in die squat. Zak laag, laag en op. Laag en op. En jij bepaalt hoe hoog je stoel is. Wil je iets minder diep zakken? Helemaal goed, maar duw die billen naar achter. En trek die buik aan alsof je een riem aantrekt. Nog 4 te gaan. Oké, gaan terug naar step touch. We slaan de march even over. Want we gaan naar de volgende oefening. Yes. Het wordt tijd voor wat meer spanning in die armen. Ja? Yeah? We gaan door die step touch, maar je houdt je armen zij. Hou maar vast. Probeer jezelf wat langer te maken. En misschien kun je op je tenen blijven bewegen. Probeer maar. Je kruintje van je hoofd hangt aan een touwtje. Je maakt jezelf zo lang mogelijk. We zitten al zoveel op een dag. Blijf op je tenen staan en draai je armen. Rondjes en wil je ze langzaam draaien, is dat ook goed. Je hakken een klein stukje van de grond is al genoeg. Nog 8 te gaan. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laat je hakken op de grond zakken. We gaan terug naar de squat. Lach. Het tempo ligt iets hoger dan net. En dat is ook om de hartslag een beetje te gaan verhogen. Wil je een langzamer tempo, zoals in de eerste rondes? Dan mag dat. Uiteraard.
Nog één uitdaging. Blijf maar eens beneden zitten op je stoel. Hou maar vast en probeer die buik actief in te trekken door je navel richting je rug te trekken. Kom omhoog, spreid je armen. We gaan weer naar die step touch op de tenen. Hou vast op je tenen. Draai cirkeltjes met je armen. Probeer spanning te houden in je bovenbenen, in je billen en in je buik. Door gewoon in alles te knijpen. Wil je langzame rondjes? Doe dat. Oké, we gaan terug naar de squat. Charlie doet het halve tempo, ik het snelle tempo. Dus je kan je tempo kiezen die jij fijn vindt. Oké, jongens, blijf zitten op je stoel. En als het goed is, voel je een brandende sensatie in je bovenbenen. Dan doe je precies wat de bedoeling is. Heel goed. Kom omhoog, spreid je armen, step touch. En als je denkt, wat moet ik ook weer doen? Begin met een normale step touch en ga dan naar je tenen. En wil je op platte voeten doorgaan? Dan is dat goed. We blijven lekker bewegen, nog achteraan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, blijf staan. Cirkeltjes in de armen. With the coolest people and wear the nicest clothes. Be somebody you know. Thinking back now, I was always the life of the party. The first one to go crazy. Nog 8 tellen te gaan. Probeer je schouders laag te houden, je nek te ontspannen. Laat een snootje hoofd hangen, als je dat fijner vindt. We gaan naar de laatste ronde squat. Let's go. Blijf beneden zitten op je stoel. Nog 8 te gaan. 7, 6. Kom omhoog, marcheer hem uit. Marcheer hem uit. Gaat hij goed? Hebben we al langzaamaan een beetje spaghetti benen? Top gedaan. We hebben nog één klein stukje om de hartslag omhoog te brengen. Daarna gaan we nog wat grondoefeningen doen. En dan heb je het er alweer op zitten voor vandaag. Dus keep on going. En gaat goed. Oké. Zometeen tappen we om en om voor met één voet. Tap maar voor. Tap. Tap. Alsof je iets verder weg je voet uit wil strekken. En voor kan natuurlijk ook achter, hè? Om en om achter. En vind je het fijner om je handen in je zij te zetten? Is het oké? We hebben allemaal opties voor iedereen wat wil. We gaan weer naar voren. En hoe verder je reikt met je voet, hoe moeilijker het wordt, hè? En we gaan weer naar achter. Misschien kun je wel wat lager zakken in je benen. En anders blijf je rechtop. Oké, strek je voeten weer uit naar voren. Laatste ronde. Drie. Twee. De laatste keer laag en achter. Oh, won't you stay?
Will you stay for a while? We hebben nog een klein stukje te gaan, hè? Oké, we sluiten de benen. Blijf laag zitten. Alsof je gaat skiën. We hebben alleen één smalle ski. Vanuit hier liften we om en om een knie langzaam op. Trek je knie op. Voel je die balans? Andere been. Vind je dit te lastig om los te doen? Pak je dan vast aan een stoel, aan een tafel of aan de bank. Iets wat je stabiliteit geeft. En probeer dan zo min mogelijk gewicht daarop te zetten. Alleen voor als het nodig is. Je mag één been vasthouden hoog. Probeer je balans te houden. Heb je iets vast? Kijk dan of je je hand even op kan tillen. We wisselen om van kant. Vanuit de diepte, netjes omhoog. Probeer je maar jezelf recht op te zetten. Schouders zijn achter en laag. En je kruin is lang omhoog. Wissel om. Trek die navel weer in richting je ruggenwervel. Wissel om. En merk je dat het te zwaar wordt om je hoge knie te trekken? Doe wat lager. We doen allebei de benen nog één keer. En de laatste wissel. Maak je mooi lang. Misschien voel je het wel branden in die billen. Of in je voet. Je weet dat je wat aan het doen bent. Zet je voet neer. We gaan weer om en om. Tap voor. Tap. Tap. Gaat die goed thuis? Je bent goed bezig. We zakken laag en naar achter. En weer naar voren. Vier. Drie. Twee. De laatste keer naar achter. En dan gaan we weer werken aan die balans. Oké, stop. Kom rechtop. Trek je linkerbeen omhoog. Kijk of je je been iets uit kan strekken. En zet hem neer. Andere kant. Trek hem omhoog. Steek je voet iets uit naar voren. Ook nu. Pak weer iets vast. Als je meer balans nodig hebt. Ter ondersteuning. Zwaarder is, maar wel heel belangrijk voor alle dingen die je in het dagelijks leven doet. Oké, jongens, we blijven zo aan de rechterkant en we doen er vier op één kant. Trek hem omhoog, strek uit, terug en weer strek uit. Zet neer. Andere been. Zet hem. Trek hem omhoog. Strek uit. Vier. Drie. Twee. Nog eentje. En zet neer. Zet hem. Andere kant. Strek uit. Laag. Strek
Zet neer. Zet op andere kant. Op. Strek uit. Probeer je focus te houden op je balans. En dat was de laatste. Marcheer hem uit. Goed jongens, we gaan door naar de grond. Je mag komen liggen op een matje of een handdoek. Wat je ook hebt klaargelegd. Kom liggen. En we gaan beginnen met de buikspieren. Kom liggen op je rug. Zet je handen vast achter je hoofd. Ter ondersteuning. Trek rustig je schouderbladen omhoog. En laat ze rustig zakken. Op. Je onderrug blijft aan de grond. En alleen je schouderbladen komen een klein stukje omhoog. Oké. Blijf plat liggen op de grond. Trek een knie naar je neus. Trek je knie in. En terug. En kijk hoe ver je je knie naar je toe kunt trekken. Trek rustig omhoog. Op. En laag. Nog 4 te gaan. Als het goed is, ga je boven in die buik een beetje een onaangenaam gevoel ervaren. Dat is je resultaat. Trek je knie weer in, om en om. Trek je knieën naar je neus. En andere been. 1, 2 en terug. En als je je knie net iets meer intrekt, dan werken je onderste buikspieren mee. Laatste ronde, we gaan terug naar de crunches. 2 omhoog. 1, 2. En terug. En misschien vind je dit wel makkelijk. Dan mag je je hoofd iets optillen van de grond. Dan staat er al meer spanning op je buik. Nog 4 keer, allebei de benen. Zet je voeten stevig in de grond, iets dichter bij je billen. En lift je billen omhoog voor 2 en laat ze zakken voor 2. Knijp in je billen voor meer resultaat. Omhoog duwt, hoe meer je billen in actie zijn. Misschien voel je je onderrug ook een beetje. Dat is oké. De laatste, leg je handen onder je billen en trek je benen omhoog. Je tenen trek je naar je toe voor spanning. En we gaan om en om een been rustig laten zakken. En omhoog, andere been. En dit houden we zo vol. Je handen heb je onder je billen om te zorgen dat je rug het niet overneemt van je buik.
Merk je dat je rug toch zeer gaat doen? Dan laat je je been minder ver zakken. Oké, de laatste. Zet de voeten weer op de grond. We gaan weer terug naar die billen. 2 omhoog. En 2 omlaag. Leg je handen gewoon ontspannen op de grond. En duw met de bovenkant van je rug in de vloer. Nog 4 te gaan. All I can see are blue skies and not a cloud inside. Nog 2. You are the brightest sunrise. Handen weer onder je billen. Strek je benen op. Trek je tenen eerst actief naar je toe en laat je been zakken voor 2. Open your eyes. Blijf je teen naar je toe trekken. De laatste 2. Dan gaan we naar de laatste ronde. Voet op de grond. Billen omhoog. 1, 2, af. En hoe hoog kun jij die heupen omhoog duwen? Yeah! Nog 4 te gaan. When you are weak and weary, I will protect your heart. Give you myself sincerely. De laatste, handen onder je billen. Benen omhoog. Strek uit. Trek je tenen naar je toe en laat zakken. De hele weg. Hou je die tenen aan. Nog 4 te gaan. Nog 3. 2. En de laatste. Yes. Zet je voeten rustig op de grond. Haal je handen onder je billen vandaan. En kom rustig omhoog. Goed. Jongens, het zit er weer op voor vandaag. Als je nog wat wil stretchen, doe dat dan rustig. Op een rustig muziekje. En we wensen je dan een hele fijne dag. Goed dat je mee hebt gedaan. Tot snel.